de allereerste. Ja, en ik wens jullie nog heel veel plezier in de vereniging. En ik hoop ooit. Mijn familie zegt al, jij haalt zoveel werk op je hals. Jij moet gegarandeerd 200 jaar worden. Nou, ik word het gegarandeerd met zo'n club achter me. Hartelijk dank. Dankjewel, Harry, voor deze korte en bondige speech. Hebben we een mooi tuk, vriend, blijkt, hè? Ja. Want we hebben er namelijk iets heel bijzonders van gemaakt, dames en heren. En, het is namelijk zo dat Michel heeft ook een nieuw huis, sinds kort. En we hadden zoiets van, nou ja, in zo'n nieuw huis, hè? Dan moet ook iets aan de muur hangen worden. En moet je eens kijken. Hey. Hey. Ja, jongen, wat krijg je er nou van als je je hele hart en zaligheid in de muziekvereniging stopt? Hoe, wat is de naam voor eigenlijk? Hoe heet hij eigenlijk? Allemachtig prachtig. Wat? Ja. Michel, ik denk niet dat jij dit gedacht had. Nee. Wil je nog een paar korte woorden, Michel? Ja, dat wil ik echt even, want ik ben aan het verhuizen. En het probleem is namelijk dat Bert, die dit heeft gemaakt, die moet bij mij nog steeds een ruit inmeten. Kijk uit. Deze maat. En dat is deze maat. Ja, hij komt wel achter de inloopkast, Bert. Ja, jongens, even serieus. Ik hou het echt kort. Even over die hoofdsponsor. Hij is te huur. Dus iedereen die een nieuwe hoofdsponsor wil, ga met Arie praten. Want je ziet, die man is dol enthousiast over zo'n vereniging. Hij komt alleen dinsdags even luisteren omdat hij naar de club toe moet. En hij hoort elke dinsdag hoort hij hetzelfde nummer. En nog vindt hij het mooi. Oké, jongens, die cd die hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Ik wil even kort een aantal mensen bedanken. Dat is, we hebben dat gedaan met Theo Brens, een heleboel mensen kennen hem wel van de Blauwste Dakkapel, van muziekmachine.nl. Nou goed, die heeft ons ermee geholpen. Erik Stokkel, die hier ook in ons midden is, van de Solstampers, Haagse Bluff, nou, alle andere verenigingen in Nederland. Die heeft ons daarmee geholpen. Erik, ik weet niet waar je bent, maar in ieder geval bedankt. Hoe heet het? Daar? Tussen Katnaan, nee toch? Oh ja, daar. Oh ja, ook bij Katnaan, daar is die. Erik, jij ook bedankt voor jouw regie op, en slavendrijvernij. Voor op deze gezellige avond dat wij het hebben opgenomen. Dan hebben we, hoe heet het? Marcel Boom van O-Recordings. Ja, die komt niet uit het Hoge Noorden, die kwam weer onder Maastricht. Daar zit nog een plaatje Groensveld. Marcel die heeft er ook enorm veel tijd in gestoken. Ja, en voor de rest, Fons die de catering deed, dat is ook niet echt onbelangrijk, want die staat de hele dag te koken. Want het zijn een stelletje verpeste nesten hoor, die hier staan. Want als het niet lekker is, dan spelen ze ook niet. Dat komt aankomend trainingsweekend echt maar weer naar boven. En wat misschien nog het allerbelangrijkste is, dat is degene dus die de cd-hoes heeft. Ach, mijn vrouw staat erop, ja. Dan zie ik het ineens. En hoe heet het? Degene dus die de cd-hoes heeft ontworpen, Zware van Harry, is die er vanavond hoor? Oh, die is er niet. Goed, die bedanken wij ook natuurlijk als vereniging zijnde. We zijn er heel erg blij mee. We hopen dat jullie daar ook blij mee zijn. Nogmaals, degene die nog nooit een cd op hebben genomen, het is niet makkelijk. En alle respect voor de jongens van Natuma die twee keer heel erg goed hebben gedaan. En hoe heet het? Zo zijn er meer jongens die gewoon heel goed de cd hebben opgenomen. Maar het was niet makkelijk om deze kwaliteiten te evenaren, jongens. En, nogmaals, probeer het allemaal en dan kom je er vanzelf achter. Maar wij zijn daar in ieder geval op het eindresultaat heel trots. Wat mijn vrouw zei laatst toen die ene keer toen ik opbelde. Want wij stonden het in Zuid-Limburg af te mixen. Toen werd het online gezet op de ledenpagina. En dus alle leden zaten meteen weer te luisteren hoe het was. En toen kreeg ik een sms'je van, het zijn net de blaasbalgen die ik hoor. Toen dacht ik, nou, doel bereikt. Dus je hoort hoop trompetten. Jongens, iedereen hartstikke bedankt. Ik neem aan dat die vanaf nu te koop is, daar ook bij de Booster, Rob Amelaan, onze drankhandel. En dan ga jij nog wat zeggen? Ja, ik moet nog heel even wat zeggen. Sorry, hij ging uit. Nou, deze was, het was natuurlijk de verrassing dat hij dus naar Michel ging, onze muzikaal leider. Maar Arie, uiteraard willen we jou ook nog eventjes naar voren hebben. En ik wil nog iemand naar voren hebben, dat is Jan Hinkenkemper. Want dat is eigenlijk in het verleden toch wel de aanstichter van dit alles. Want hij heeft het, toen hij secretaris was, dit punt op de agenda gezet. En toen ben ik nog een tijd secretaris geweest en toen moest ik dat vergaderpunt maar aanhouden en blijven zeuren. En daarna hebben we weer andere secretaris, allemaal familie. Dat, ja, dus één grote, nou ja, goed. Dus voor deze twee heren hebben we ook nog een kleine aandenken voor deze eerste cd. Die willen wij bij deze graag overhandigen. En
dan, ik zou zeggen, pak hem uit. Het is een bijna hetzelfde exemplaar als dat mooie lichtgevende, alleen er zit hier geen TL-balkje in. Die moet je dan zelf maar eventjes zacht zeggen. Maar je hebt een handig zat, dus het komt helemaal goed. Ja, dat zeg ik. Kijk eens aan. Goed. Oké, zoals Michel al zei, hij is dus vanaf nu te koop bij onze Booster tent. Als u denkt, wat glimt daar dan nog steeds? Dat is nog steeds Rob die daar zit. En daar kun je de cd's halen. Ja, daar zit hij, ja. Ik weet niet, willen de mannen van Kux nog wat toevoegen aan deze opade? Nee, we staan met de mond vol tanden. Ach, ik had niet anders verwacht. Het enige is, als jullie net zo kunnen blazen als lullen, dan wordt het een prachtige cd. Ja, sorry. Sorry. Dus ik stel voor dat wij nog één nummer spelen. We willen graag wat horen, ja. Ja, gaan we doen, dames en heren.